Welkom bij Rotterdam Onderweg, het bereikbaarheidsjournaal van Rotterdam en omgeving. Met deze week aandacht voor de afsluiting van de Maastunnel Traverse, werk aan het metrospoor in Prins Alexander, wegversmallingen op de Spinozaweg, het werk aan de Hartmanstraat en de Karel Doormanstraat en de nachtafsluiting van de Ankie Verbeek-Oorlaan. Op de Maastunnel Traverse worden tot en met zondag 8 mei onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is de tunneltraverse in beide richtingen afgesloten tussen het Bentinkplein en de Rogussenstraat. De kruising met de Eerste Middellandstraat blijft wel bereikbaar. Ook de wegen die over de traverse heen kruisen blijven bereikbaar, net als de parallelwegen naast het traject. Wil je met de auto van en naar Rotterdam-Zuid, dan kun je het beste omrijden via de ring. Alle omleidingsroutes staan aangegeven met de gele borden. Kijk op rotterdam.nl/maastunneltraverse voor meer informatie. In Prins Alexander vernieuwt de RET in verschillende fases een deel van de metrosporen. De komende twee weekenden werkt de RET tussen de metrostations Oosterflank en Prinsenlaan. Hierdoor is de overweg bij de Grote Beer afgesloten voor het verkeer. Met de auto kun je omrijden via de Prins Alexanderlaan en de Hoofdweg. Metrolijnen A en B rijden volgens een aangepaste dienstregeling. De afsluiting komende week is van zaterdag 30 april 1 uur 's nachts tot en met maandag 2 mei 5 uur 's ochtends. Meer informatie vind je op ret.nl/omleidingen. Op de Spinozaweg wordt gewerkt aan de tramsporen en het riool. Hierdoor zijn op delen van de Spinozaweg de rijbanen in beide richtingen versmald. Vanaf het kruispunt met de Pascalweg tot aan station Lombardije. Dit kan tijdens drukte tot enige vertraging leiden. De werkzaamheden staan gepland tot en met zondag 8 mei. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/spinozaweg. In de Hartmanstraat en de Karel Doormanstraat wordt gewerkt aan de stadsverwarming. Beide straten in het centrum van Rotterdam zijn hierdoor gedeeltelijk afgesloten. Bezoekers van de parkeergarage aan de Hartmanstraat kunnen omrijden via de Witte de Witstraat. Bezoekers van de parkeergarages Schouwburgplein en de Bijenkorf worden omgeleid via de Mauritsweg, het Wena en de Koolsingel. De Hartmanstraat is in de loop van deze week weer volledig bereikbaar en het werk aan de Karel Doormanstraat duurt tot en met vrijdag 13 mei. In Rotterdam Schiebroek is donderdagavond en nacht de Ankie Verbeek-Oorlaan gedeeltelijk afgesloten. De afsluiting is in één richting tussen de Doenkade en de Hazelaarweg. Van donderdag 28 april 7 uur 's avonds tot 5 uur de volgende ochtend is dit deel van de laan afgesloten. Met de auto kun je omrijden via de Bergweg Zuid en in de andere richting via de N471, de Melanchthonweg en de Ringdijk. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid van Rotterdam en omgeving op rotterdam.nl/onderweg. Dit was Rotterdam Onderweg. Tot volgende week.